Ja. Ja, het heet dus Palm City als bijnaam. Dat is wel te zien. Dat is wel te zien. The story is downtown. Dit is ook First Street. En dit zijn hier allemaal mooie oude pandjes. Ja, kijk maar. En allerhande stijlen door elkaar heen. Ja, ook mooi van gepest schelpsteen dit hele gebouw. States, museum, lab and gardens, parking left. Hey, hallo. Dit is dus het laboratorium. Ja, het is echt heel bijzonder om te weten wie zijn voetstappen hier liggen. Wie hier allemaal heeft rondgelopen. Meneer Thomas Edison, meneer Henry Ford. Ja, het is echt, echt heel bijzonder, ja, ja. Mevrouw Edison. En heel veel van die bomen hier zijn dus door hem geplant. Omdat hij erg veel experimenteerde met boomsoorten en plantensoorten. Met name voor betere rubbersoorten uit te vinden voor de industrie. Dit was dus het gastenverblijf. En dit is het verblijf van de buurman, meneer Ford. Meneer Henry Ford. Ja, het is wel leuk hier in de tuin van Ford & Edison. En deze bankjes zijn wel vernieuwd, maar die staan er al sinds origineel. Dus Ford & Edison, die vonden het beide prettig om hier gewoon te zitten en van het uitzicht te genieten. En nu zitten wij op hun plekje. Ja, en de kadermuur die hier gebouwd is, die staat er al vanaf 1907. Ja, originele kadermuur. De kadermuur is nog helemaal origineel. En je wordt ook verzocht om er niet op te staan. Ook bezat hij het eerste zwembad in geheel deze omgeving, 1907. Ja, en alles behalve de vloer is nog helemaal origineel. De oprijlaan naar de garage. En in de garage zien we een Model T Ford uit 1919. En ook deze Model T Ford was van meneer Edison. En die had hij gekregen van Henry Ford. Ja. Ken eigenlijk. Dit is het centrum, het historisch centrum van
is een Fort Myers. Links. Daar is helemaal niet veel. Zeg hij. Ja, First Street is heel mooi. Heel mooi.